ongezien en nieuw voor ons land. Heel opvallend, hè? Want de stad is dood. Covid of pas covid, het einde van Let's Go Urban. En nu ben ik vrij. Het gaat van kwaad naar erger. Protestfeest van de vrijheid. Tomatenlezeesje, boom. Dat is nog altijd aan de gang. Wie zijn de mensen die hier aan deelnemen? Brandweermensen. Een nieuw dieptepunt. En ook bij ons zijn er wel wat problemen. Je kan helemaal na gaan denken wat we niet gewend zijn. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat kan niet. Als je daarover nadenkt. Intifada. Immediately. Is dat jouw humor? Wij doen ons best. Oh, dat is mijn humor, ja. Oei. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar. En pas maar op, Fatma, want dit is onze humor. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een stuk Vlaamse cultuur, maar het duurt geen 60 minuten. Er wordt mij al eens gezegd dat de wereld meer is dan alleen Amerika. Daarom beloof ik deze keer niet te spreken over de States. Maar ik maak geen beloftes voor Wim. Het eerste nieuws zal u niet verbazen. In het Midden-Oosten lopen de spanningen opnieuw op. In het Midden-Oosten zijn er altijd spanningen. En dat is nu geëscaleerd tot... Wat nu toch wel een oorlog mogen noemen. De oorlog gaat tussen de Joden en de Palestijnen. En zoals wel vaker het geval is, zijn de Palestijnen begonnen. Ze begonnen vanmorgen stenen te gooien naar de Israëlische politie, die antwoordde met rubberkogels en traangas. Ik weet al op wie ik mijn geld zet. Er vallen meer dan 300 gewonden, vooral aan Palestijnse kant. Maar waarom is het nu terug oorlog? Er moet iets veranderd zijn. Hamas kan nu raketten tot in Tel Aviv doen. Door raketten af te vuren van in de Gazastrook. Hamas zijn een hoop terroristen. En dat gaan de Joden niet dulden. De Israëli's antwoorden met luchtaanvallen op de Palestijnse Gazastrook. En het lijkt erop dat ik de weddenschap ga winnen. In de Gazastrook zijn 26 doden gevallen. Aan Israëlische zijde zijn er 2. Het hele gedoe draait om de feitelijke hoofdstad van Israël. Niet toevallig Oost-Jeruzalem. En zo kon de VRT de schuld op hun favoriete pigeon steken. De voormalige Amerikaanse president Trump, die Jeruzalem erkent, heeft als hoofd zat wat heel controversieel was. Het is allemaal de schuld van een 70er die golfwolken sput in Florida. Het heeft helemaal niets te maken met de raketaanval van de radicale Palestijnse beweging Hamas. Maar dit geweld bestaat al zolang dat Israël bestaat. De laatste keer was niet zo lang geleden. Die intensiteit hebben we niet meer gezien sinds 2014, dus dat is toch al een hele tijd geleden. Een kind dat toen geboren is, is nu nog steeds een kind. De narratief is ook ongewijzigd gebleven. Arme Palestijnen, zo onder druk en niemand die er iets van zegt. Omdat niemand het doet, dus wij doen het, want wij zijn met Palestina! Wee! Maar dat is niet waar. Deze underdog krijgt al decennia lang steun van het Westen, gelijk Engeland. In Londen stapten enkele duizenden betogers. Maar niet Frankrijk. De betoging in Parijs was verboden. En sowieso Duitsland, want die hebben iets tegen de Joden. En in de Duitse hoofdstad Berlijn riepen betogers op tot een boycott van Israël. De mogelijke oplossing wordt ook nog steeds herhaald. Zowel een Israëlische als een Palestijnse staat. Kijk eens op de wereldbol en vergelijk. Hoe groot is Israël ten opzichte van de Arabische wereld? Maak u geen illusies. Als de Palestijnen de wapens neerleggen, is de oorlog gedaan. Als de Joden de wapens neerleggen, is het met Israël gedaan. Noem mij een antisemiet, want Palestijnen zijn ook semieten. Maar ik vind dat ze het zelf maar moeten oplossen. Want we weten wat er gebeurt als het Westen naar Jeruzalem trekt. Ook Oost-Congo is een feest dat nooit ophoudt. Er wordt al jaren geplunderd, gemoord en verkracht. De vredespijp is nooit gerookt. De oorlogsbijl is nooit begraven. On a pas finalisé cette guerre ici. En nu verandert Congo in een charcuterie-natie. De staat van beleg. Dat betekent dat het leger de macht grijpt. Heel leuk voor een volk dat meer dan genoeg bloed gezien heeft. Zeker nu sommige van de nieuwe commandanten ex-rebellen blijken te zijn die betrokken waren bij eerdere bloedbaden. Maar wat kunnen wij daaraan doen? België in particulier d'instituer een tribunal speciaal pour juger les crimes commis. En waarom ook niet? Daar zullen ze meer aan hebben dan excuses van de koning. Dichter bij huis, in dat oranje land waar ze onze taal niet kunnen uitspreken.
kijken, waren de mensen even blij. Dat de avondklok niet langer tikt in Nederland. Maar op de rest zullen ze mogen wachten. Dan heeft de regering beslist om de versoepelingen uit te stellen. Geen cinema, geen sauna, maar de noorderburen kunnen wel terug op terras. En dus ook de Vlamingen die de grens oversteken. Speciaal de grens overgestoken? Toch een klein beetje. Toch een beetje wel, ja. Betrapt moet de VRT gedacht hebben. Mocht dat wel. Maar waarom zouden de regels anders zijn voor de inwoners dan voor de omroep? Ivan, jij hebt vandaag in Nederland de terrassen van Sluis tot in Rotterdam bezocht. Ten slotte houdt Big Sister ons alle in de gaten. Geen verplaatsingen maken over de grens, louter om terrasjes te doen. Als we niet naar buiten mogen, waarom staat de deur dan open? Ik geef die kaaskoppen meer dan gelijk. Zij zien de maatregelen als de grootste vrijheidsberoving sinds Wereldoorlog 2. En ze beseffen ook dat het virus niet zo gevaarlijk is. Tenminste, niet zo gevaarlijk als zonder stroom vallen. In een ziekenhuis in Maastricht 2 coronapatiënten overleden aan stroomstoring. Wetten dat ze toch meetellen als coronadoden? Terug naar eigen land dan. Om te beginnen is er nieuws voor de scriptkiddies. Een cyberaanval van nooit geziene omvang in ons land. Wow. Start CP Violation en neem uw RGB-toetsenbord. Hackerman 4chan is hier. Wij zijn legioen. Verwacht ons. Belnet, een van de beheerders van het internetverkeer in België, kreeg plots te maken met enorm veel trafiek. Het is de eerste maal dat wij geconfronteerd worden met een dergelijke gigantische datastroom. Dat heet Distributed Denial of Service. Criminelen hebben een DDoS-aanval opgezet. Het wordt ook DDoS-aanval genoemd. Of eventueel... DDoS-aanvallen. Maar zeker nooit... DDoS-aanval. De goed geïnformeerde redactie zal het ons uitleggen. Waarbij sites bestookt worden met heel veel berichten, zodat ze overbelast geraken en blokkeren. Het is te vergelijken met te veel mensen die een te kleine dansing willen binnengaan. De oplossing is een brede vent aan de deur, maar dan digitaal, hè. Zijn jullie dan niet voorbereid op ook grotere aanvallen? Absoluut niet. Die nerds zijn nog nooit uit geweest en plots waren hun websites dan wel. De website van de premier, Tax on Web, de site van vaccinatiecentra, universiteiten en ook de VRT. Met dat laatste kon Wim niet lachen. Heel terloops liet hij weten wat zijn oordeel was. Criminelen. Maar websites bezoeken is geen misdaad. Er is niets gekraakt en er is niets gestolen. Het feit dat er niets zou gestolen zijn van gegevens maakt geen enkel verschil. Jawel, dat is een wereld van verschil. Het wijst erop dat de aanvaller het deed voor de jol. Het kunnen evengoed ontevreden studenten zijn die het beu zijn om digitaal les te volgen. Uiteraard gaat de politiek nu firewalls verplichten. We moeten zorgen dat dit soort aanvallen zo goed mogelijk kunnen weggehouden worden. En binnenkort gaat het internet in lockdown. Het gebeurt niet vaak dat we in de preek 2 keer over hetzelfde onderwerp spreken. Laat staan 3 keer. Maar dit is de laatste keer, beloofd. Het is gedaan. Het stadsbestuur in Antwerpen zet de samenwerking stop met het jongerenproject Let's Go Urban. Let's Go Urban is volledig failliet. Er zit geen geld meer in kas. Omdat Siam Kassapiki alles eruit heeft gehaald. En er zat per tang genoeg in. Een 500.000 euro aan stedelijke subsidies verdwenen. Links is kwaad. We allemaal opgelicht zijn als onschuldige schapen. Rechts is kwaad. Het slachtoffer en de inbreker met elkaar worden verwisseld. Dus trek gewoon haar parlementspree in. Geen eurocent meer. Dan zullen we blij zijn. En kunnen we vieren op... La Boom 2. Het was weer feest in Ter Kamerenbos. Na La Boom 1, een maand geleden. Ja, Annelies, want 2 volgt op 1. Dat is heel correct. Jij mocht ook gaan feesten. Nochtans is de bijeenkomst verboden. Hebt jij misschien de politie gebeld? Om 17:50 heeft de politie, die massaal aanwezig is, ingegrepen met het waterkanon en traangas. Het is weer uit de hand gelopen. En wie zijn schuld is dat? C'est qui a commencé, la police ou les autres? Het is de schuld van de flikken, sowieso. Er was geen provocatie. Want ze zijn op het eigen volk aan het slaan. Het volk dat ze moeten beschermen. Attaque un peuple pacifique? Non! Ook al heeft Lady Dimitrescu in te veel woorden ons gewaarschuwd dat we slaag gingen krijgen. Er is inderdaad besloten om de adequate inzet van die middelen te doen. Draagt zij nog steeds de verantwoordelijkheid die ze probeert door te schuiven? Uiteraard komt het toe aan de korpschef om finaal te beslissen wanneer en op welke manier er wordt opgetreden. Onder haar tyrannieke bewind komt zelfs de persvrijheid in gedrang. Ik moet even stoppen, want er is hier momenteel ook traangas gespoten en dat komt nu recht naar ons toe gewaaid. Laat het dus duidelijk zijn dat de autoriteiten volledig
volledig in fout zijn. Het is te vroeg om nu een oordeel te vellen. Ons oordeel kan niet vroeg genoeg komen. Laten we het dus eens van dichterbij bekijken. Een ongewapende vrouw tegen een gepantserde en gewapende robocop. Ik heb niet veel context nodig om het te snappen. Dit is het gezicht van een lafaard met schrik. Het is bijzonder fout om zo iemand in zo'n positie en zo'n kostuum te steken. Ik dacht dat ze psychologische testen deden bij de politie. Voor de rest was de sfeer in Brussel goed. Zeker nu we weer wat meer mogen. De avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod. Dan gaan we feesten. Op sociale media is opgeroepen om te komen feesten op het Flagetplein. Bij mijn weten nog steeds geen misdrijf. Er wordt hier en daar een dansje geplaatst. Maar dat is ten strengste verboden in deze footloose-tijden. Dan is het maar af te wachten of die politie zal ingrijpen. We houden het alleszins in de gaten. Wij als alternatieve media wouden niet wachten op de berichtgeving van de ouderwetse media. Gelukkig was onze ereredacteur aanwezig. Sta hier aan de vijvers van Elsene in een compleet hallucinante situatie. De politie is hier gechargeerd tegen de mensen die feest aan het vieren waren. Feesten is kennelijk nog steeds verboden. Hoe fatsoenlijk ook. Er was niemand iets kapot aan het doen, niemand iets verkeerd aan het doen. Ook als je in de straat wandelt met je fiets, dan werd je gewoon omver gelopen door de robocops. Dat is de wereld op zijn kop. Gelijk flikken die criminelen worden. Ze hebben mij zelf op de grond gegooid, mijn fiets gestolen. Dat was de druppel. Je moet van Elsa haar fiets blijven. Moet het Simpleger gedacht hebben, die direct terugvochten. Ik waarschuw u, de volgende beelden zijn chockerend. Dit is nergens voor nodig. Het lijkt erop dat ook België in staat van beleg is. Dat zou u zorgen moeten baren. Infectioloog Erika Vliegen maakt zich zorgen over de gevolgen van de massabijeenkomsten. Dokter Vliegen verliet de operatiekamer niet om de politie op de vingers te tikken. We zijn aan het versoepelen op een moment waarop we dat eigenlijk epidemiologisch ons nog niet kunnen permitteren. Ja. Maar om ons allemaal terug in ons kot te sturen. Ook al zijn de winkels open, de terrassen, de markten. Een kermis. Is nog altijd verboden. Kunt u inbeelden hoe de voorkramers zich moeten voelen? Wij voelen ons echte losers. En dat is niet omdat het voorkramers zijn. Ons voorouders hebben kunnen bekomen dat er kermis was tijdens de oorlogen. En wij kunnen niet bekomen dat er op een volledige coronaproeven manier op een volledig veilige manier kermis kan gehouden worden. Godverdomme, ze hebben gelijk. Het was zowaar beter onder de nazi's dan onder de NVA's. Antwerpen heeft beslist dat er voor het tweede jaar op rij geen Sinkse Voor zal zijn. Daar dagen de voorkramers minister van Binnenlandse Zaken Verlinde voor de rechter? Misschien, want dit scenario is beter dan het alternatief. Wij kunnen in feite op die manier zorgen dat er bespreiding is in amusement en dat de kinderen geen tientallen of honderden kilometers moeten rijden. Je weet dat die kinderen een gevaar zijn op de weg. Het volgende nieuws brengt ons naar Borsbeek in de provincie Antwerpen. Want daar is een woonzorgcentrum in het nieuws gekomen. Eén bewoner is gestorven. Eén iemand is gestorven aan corona. Ondanks een volledige vaccinatie. Dat doet waarschijnlijk een alarmbelletje rinkelen, maar Wim zal u geruststellen. Dat betekent niet dat de vaccins niet zouden beschermen. Dat betekent wel dat het voor die ene persoon in Borsbeek niets heeft uitgehaald. Want onze vaccins zijn niet voorzien op semantische mutaties. Indiase variant. De Indiase variant. De Indiase variant. Indiase variant. Indiase variant. Wat scheelt er met de woorden Indische variant? Indiërs zijn tenslotte geen Indianen. Maar dat is natuurlijk geen antwoord op de belangrijkste vraag. Betekent dat nu dat de vaccins niet werken? Of dat het juist wel werkt? Zoals Ranzige van Ranst het verwoordde. 1 dode per dag. En dat is door de vaccinatie. Vaccins die werken. Maar Indisch of India's, de mensen vinden dat die niet thuis hoort. We zijn ook een beetje verschoten dat het toch terug binnengekomen is. Er is geen enkele link tussen het woonzorgcentrum en India. En ze geloven dat er een reisverbod is. Die mogen nog niet de grens over, alhoewel ik me toch verschiet dat er zoveel Chinezen hier zijn. Ik weet niet waar die allemaal uitkomen. Maar dat is er niet. Wie Belg is of hier woont, kan wel terugkeren. Pathogenen met een dubbele nationaliteit lijkt mij een heel stom idee. Maar de globalisten denken er anders over. Dat is zeker een verstandige beslissing. En dan noemt zich dokter. En liet zich vaccineren met AstraZeneca. Het meest besproken vaccin maakt ook nu nog het volk ongerust. Nu beslist is om de termijn tussen de twee prikken met het vaccin van AstraZeneca te verkorten. Je moet
twee keer geprikt worden en daar moet 12 weken tussen zitten. Het interval van 12 weken belangrijk is om een zeer hoge immuunrespons te krijgen. Maar nu niet meer. Van 12 weken naar 8 weken. Het is nog steeds hetzelfde vaccin. Er is niets veranderd. Dit gebeurt niet ten voordele van de volksgezondheid. Door de termijn in te korten kan de vaccinatie wat sneller gaan. Laten we niet vergeten dat de VRT dit vaccin eerst aankondigde als... Dat is een middel dat minder goed beschermt tegen corona dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Het zal in ons land gebruikt worden voor gezonde mensen tussen 18 en 55 jaar. Maar toen kwamen de tromboses. Verschillende Europese landen gebruiken het vaccin voorlopig niet meer. Meer en meer mensen hebben vragen bij de veiligheid van het coronavaccin van AstraZeneca. We lijken stilaan het enige land in dit deel van Europa dat nog vaccineert tegen corona met het vaccin van AstraZeneca. Om uiteindelijk enkel nog aan oude mensen gegeven te worden. Verschillende buurlanden geven het niet meer aan jongere mensen en ook ons land sluit zich daar nu bij aan. Een beetje twijfel is op zijn plaats. Het gaat de politiekers niet om uw gezondheid. Maar met deze beslissing kunnen we de meeste mensen ook tegen half augustus een tweede prik gegeven hebben. Want nog eens 11 juli aflassen zou ongezond zijn voor Wouter Beke. We zouden al ingeënt kunnen zijn, waar het niet voor de burgemeester van Sint-Truiden. In Sint-Truiden is de politieke storm rond de vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren nog lang niet gaan liggen. Alhoewel, het is niet dat ze alle vaccins gepikt heeft, maar wel... Dat ze in maart met een overschotje werd gevaccineerd. Helaas heeft ze ook vaccins doorgespeeld aan haar naaste. Het ging onder meer om haar 24-jarige zoon. Maar als dit haar 24-jarige zoon is, wil ik u erop wijzen dat progeria-patiënten een risicogroep zijn. Mijn inziens heeft Veerle Heeren niets fout gedaan en heeft ze ervoor gezorgd dat er geen vaccins verspild geraken. In maart bestond QVAX nog niet. Maar we moeten allemaal zo snel mogelijk gevaccineerd zijn. Zo zegt Frank van den Broeke van de SPA. Maar deze verklaring is niet genoeg voor oppositiepartij Vooruit. Wist jij dat de maatregelen van de socialisten enkel werken als ze meebesturen? Maar de hypocrisie blijft altijd werken. Veerle Heeren zet dan toch tijdelijk een stap opzij als burgemeester van Sint-Truiden. Nu blijkt er gesjoemeld te zijn over gans Vlaanderen, zoals in Diest, waar het personeel van het vaccinatiecentrum een snellere vaccinatie regelde voor familie en vrienden. Het leek haast op een systeem. Het gaat over 15 inboekingen in totaal. Dat is een systeem, bijna. Ik hoop van niet. Zelfs tot aan de kust was Vanda. Ook in de gemeente Middelkerke is er gesjoemeld. Door de brandweer. De brandweercommandant kreeg de vraag om een lijst voor te stellen om overschotten van vaccins ingespoten te krijgen. Hij zette daar de namen op van brandweerlui, maar ook die van zijn eigen vrouw en van de partners van andere brandweermensen. En eigenlijk is dat niet nodig. Middelkerke is de gezondste gemeente van gans het land. Met al die jodium in de lucht gaat het toch niet ziek worden. Het laatste nieuws gaat overtocht. Iets waar de komende weken steeds meer aandacht voor zal zijn, is ventilatie. Nu er aerosolen in de lucht hangen, wordt het tijd dat er duidelijkheid komt. Er komen dan ook duidelijke regels voor ventilatie en luchtkwaliteit. En wie beter om ze uit te leggen dan meester Frank zelf? Als je een fitnesszaal heel goed kan verluchten, dan is dat iets anders dan een fitnesszaal die je niet goed kan verluchten. Godverdomme, zeg jij een sos of een tjeef. Doe je mond vot af en schenk klare wijn. Ventilatie, dat is de toekomst. Oké, het is goed. We spreken al niet meer over ventilatie. We spreken over dit. Binnen de federale regering lijkt niet iedereen euforisch te zijn over de versoepelingen. Nu we eindelijk wat meer vrijheid terugkrijgen, bereidt dit trolletje zich voor op de vierde golf. Ik heb soms het gevoel inderdaad dat ik de enige ben die daar nog hard voor op tafel klopt. En ik ga dat ook blijven doen. Ook al zit Van den Broeke mee aan tafel wanneer de regering beslist of maatregelen al dan niet afgeschaft worden, toch zegt hij niet akkoord te gaan met de beslissingen van zijn eigen regering. L'Union fait la farce. Ik ga het personeel in de ziekenhuizen niet in de steek laten.
Ik ga ze niet in de steek laten. Schoon gezegd moet hij zelf gedacht hebben. Wat mij betreft, ik ga die boven mijn bed hangen. Maar ik ben zijn tutteltaaltje beu. Daarom vroegen we het aan deze jonge snaak. Ah, Frank van den Broeke. Die onverkozen salonsocialist die nu in de Vivaldi coalitie van verliezers zit. Als je die een keer goed bekijkt, die heeft bijna geen haar op zijn kop. Dat kan toch niet dat die minister wordt. En dan spreekt hij in een verkleuterend taaltje. Hij zegt, we moeten het beestje vernietigen. Hij spreekt over de virus alsof het een levend wezen is. En hij doet dat altijd met een mondkapje, waardoor je hem niet goed verstaat. Hè? Natuurlijk, hij moet zijn lelijke kop verbergen, omdat hij vroeger een pyromaan was die geld verbrand heeft. Wat een misdrijf is. En hij wil niet dat de mensen hem zouden herkennen. En vroeger was Frank van den Broeke een goede coureur. Maar nu is het een tiran geworden, een Covid-tiran die ons zijn oekases tracht op te leggen op een kinderachtige manier. Wij moeten dat virusje verslaan, want dat virusje heeft graag dat we samenkomen. En daarom mogen we niet samenkomen en moeten we allemaal de volgende keer voor de socialisten stemmen. Dank u wel. Si omnes ego non, magister. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Palestijnen wonen in Israël, Indianen wonen in Indië. 2. Haast u om gevaccineerd te zijn, maar wacht uw beurt af. 3. De enige die graag naar Van den Broeke luistert, is Van den Broeke zelf. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit voorkramend choken. Duw op like, deel het met uw mama. Marchandise is nog steeds beschikbaar. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Dus iedereen naar het terras, niet allemaal tegelijk. Okay.